lieve luisteraar, lieve taboe-doorbreker, welkom bij een nieuwe taboekast. Yay! Vandaag gaan wij het hebben, jullie hebben het al in de titel kunnen zien, over ADHD en alles wat daarbij komt kijken. En ik wil jullie weer even bedanken voor alle toffe reacties die wij elke keer weer opnieuw krijgen. De sprekers die overladen worden van berichtjes. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent straks ook, na de uitzending. Naast mij zit, of als je meekijkt en anders meeluistert, Danielle. Welkom lieverd. En wil jij jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Goeie, nou ja, morgen voor ons is het. Superleuk om hier te zijn. Ik ben Danielle. En ik heb hier dus weer niet heel goed over nagedacht. Super handig. Maar wie ben ik? Ik ben moeder van twee kids. Ik ben getrouwd. Ik woon in Amsterdam Zuidoost. En ik heb heel lang gedacht dat er iets mis was met mij. En daar heb ik eigenlijk mijn hele leven naar gezocht. En op een gegeven moment liep ik zo aan op mijn werk ook tegen dat ik voelde, er zit meer in mij. Maar ja, iets houdt me tegen. Wat is dat? En ben ik er op een gegeven moment op late leeftijd achtergekomen dat ik ADHD had. En dat heeft voor mij wel heel veel veranderd in mijn hele leven eigenlijk. Dus ik heb heel lang als inkoopster gewerkt in de mode. En heb ik heel lang met plezier gedaan. Maar op een gegeven moment paste dat helemaal niet meer bij mij. En inmiddels ben ik coach en help ik mensen met ADHD om hun ADHD te gaan zien als hun kracht. En niet meer alleen als een belemmering. Ja, ik wou bijna gaan vragen inderdaad, wat doe je? Maar je kwam er nog even zelf op. Kijk, je houdt ons lekker in spanning. Nee, hey, ik vind het heel mooi wat je zegt van dat je, en ik denk dat daar deze podcast uiteindelijk ook wel heen gaat. Van hey, hoe kan ik dat gaan zien als kracht? Jij zei al eventjes van hey, ik heb dat heel lang niet geweten. Kun je ons meenemen naar dat je het niet wist, maar dat je misschien uiteindelijk wel hebt gezien van hey, daar in mijn leven was het al anders of voelde ik wel iets? Ja, zeker. Ik denk ergens dat je je altijd al anders voelt. Dus het is aan de ene kant heel interessant, omdat je weet niet beter. Je bent gewoon wie je bent. En een hele lange tijd denk je ook gewoon dat iedereen is. Dus een hoofd zo functioneert. Maar je gaat wel op een gegeven moment merken dat dat het gaat wringen of zo. En dat was bij mij wel echt, dat explodeerde vooral in mijn puberteit. Toen was ik zeg maar wel momenten dat ik de weg kwijt was, vooral emotioneel gezien. En dat ik echt niet meer wist van waar ik het zoeken moest gewoon. Vooral overladen door emoties en het niet kunnen handelen. En me heel erg eenzaam voelde, anders voelde, dat het allemaal niet klopte, zeg maar. En ik had heel sterk het idee dat er is iets. Je bent ook puber of zo. En je bent ook kind van je ouders. En mijn moeder die zegt wel, als we het er nu wel eens over hebben, van weet je, wij waren gewoon anders. Zij had daar niet zo'n probleem mee. Dus zij zag dat niet per se als iets wat een probleem was of zo. En je zei zelf van het klopte niet of iets klopt er niet. Wat bedoel je daar precies mee? Of wat ervaarde jij dan van, oh, maar dit moet het dan zo zijn of zou het anders moeten zijn? Ja, alsof iets je blokkeert of zo. Ik had altijd het gevoel dat ik net wat altijd over bepaalde grenzen heen ging misschien. Of dat ik net wat verder moest rennen voordat ik tegen die muur aanliep of zo. Van, niet heel erg in contact zijn met jezelf. En dus heel erg bezig zijn met achteraf, hè, want dat wist ik dan toen niet. Maar achteraf gezien, heel erg bezig zijn met dat wat hoort. En een leven leiden zoals je denkt dat je het hoort te leiden. En dat je het dus ook ergens heel normaal vindt dat het heel hard werken is voor je. En dat kan je zeg maar best wel lang misschien volhouden. Maar dan komt er gewoon een punt dat je voelt van, maar hoort het wel zo te zijn? Want ik zie anderen die niet per se zo hard hoeven werken voor bepaalde dingen. Ja. En dat bespreek ik ook best wel met mijn cliënten. Toevallig had ik het daar van de week mee over. Van je werk mag ook hard werken zijn. Maar ga eens na hoe dat in percentages zit. Is het
50% hard werken, 50% plezier. En ik denk dat dat dus bij mijn cliënten vaker het geval is. 60-40, 50-50 of 70-30 misschien. Terwijl het mag ook 90-10 zijn. Of weet je, 85-15, waarvan dus 80% plezier is en 10% of 15% hard werken. En dat voelde ik op een gegeven moment. Ja, dat was wat er niet klopte of zo. Ja, dus dat harde werken. Ja. En als je daar nu op terugkijkt, van, waren er dan specifieke dingen? Want je zegt, ik moest harder werken. Ik kon mezelf niet helemaal plaatsen. Wat dan nog meer? Nou, het harder werken was niet eens, want mijn school ging altijd heel makkelijk. Daar kon ik best wel doorheen fietsen of zo. Dus dat was niet eens het probleem. Het was gewoon het hard werken om überhaupt mee te draaien in de... in de maatschappij, om aanwezig te zijn in de klas, om je ertoe te zetten om dingen te doen. Ja, kun je ons eens meenemen in jouw hoofd, als je zo in de klas zat, hoe dat dan gaat bij iemand met ADHD? Wat het dan zo moeilijker maakt? Ja, je bent gewoon met heel veel dingen bezig, behalve waar je mee bezig zou moeten zijn. En in mijn geval kon ik dan best wel snel werken. Dus, en ik was gewoon nooit, weet je, een zesje was altijd prima. Dus ik ging altijd voor, als het maar zo snel mogelijk af was. Er is één goed voorbeeld, met toetsen, met alles, als we iets moesten doen. Zodra mensen in begonnen te leveren en op begonnen te staan, dan was mijn concentratie gone, zeg maar. Dus ik was altijd als een van de eerste klaar. Dat was dan meer waar ik eerder mee bezig was, dan met de opdracht. Meer zo van, het moet vooral zo snel mogelijk, want... En ook heel erg het misschien bang zijn om te missen of zo. Dat zodra mensen op gaan staan en klaar zijn, ja, dan was ik gewoon met mijn hoofd al ergens anders. Dan kon ik niet nog aan de opdracht zitten. Ja, ik vind het wel interessant, want ik heb natuurlijk voor de klas gestaan. Ja. En ik dacht, oh ja, ik deed dat ook altijd. Ja, vanaf een bepaalde tijd hoor. Dus het was dan de laatste 10 minuten en dan mocht je het komen inleveren. Maar dan was het voor jou, was het uurtje al, was het gewoon afgelopen. Nou, die laatste 10 minuten, dan hoopte ik al klaar te zijn laatste 10 minuten. Ja, precies. Dan ga je dus een soort van daar naartoe werken in plaats van... Hey, ben ik nou echt bezig wat je zegt met die opdrachten of wat er dan van me gevraagd wordt. Oké, en je zegt van, hey, ik was bezig met alles aan het bedenken, behalve dan waar het over ging. Waar denk je dan aan? Of waar gaat je hoofd dan heen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je daar niet eens heel erg bewust van bent. Het is gewoon... Ik benoem het wel zoals een rabbit hole waar je ingaat. En dat is gewoon een rabbit hole... Ja, dat kan alle kanten opgaan, van het een naar het ander. Maar het heeft ook heel erg met prikkels te maken. Dus je bent heel erg bezig met alles wat er om je heen gebeurt. En niet eens dat je daar dan... Maar niet met aandacht. Het zijn gewoon heel veel prikkels die binnenkomen. En dat is dan gewoon je wereld. Maar het is niet zo dat ik... Ik denk dat anderen met bijvoorbeeld ADD, dus die wel veel meer in hun hoofd zitten. En echt dat dromerige, dat heb ik nooit echt gehad. Ik denk bij mij juist dat het... heel alert zijn constant is. Dus ik werd wel afgeleid, maar niet doordat ik heel dromerig mezelf afzonderde van de recht, maar het tegenovergestelde. Ik was juist alert op alles wat er gebeurde. Behalve mijn eigen binnenwereld. Dus heel erg naar buiten gericht in plaats van naar binnen gericht. Ja, mooi, want ik probeer een beetje in te leven. En ik kan me voorstellen, mensen die luisteren, die zijn ook benieuwd van, hey, hoe werkt dat dan? En je zegt, hè, naar de buitenwereld. Ik ben wel benieuwd van... Oké, wat je zei van, toen wist ik dat nog niet. Hoe is dat dan verder gegaan? En wanneer heb jij dus de horen gekregen? Of ben je dat, is er iets op jouw pad gekomen waarvan je zegt van, oké, toen ben ik daar dus naar op zoek gegaan of ben ik het gaan laten testen? Ja, dus ik heb de diagnose pas op mijn 32e gehad. En ik ben nu 36, dus dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Ja. Maar ik denk, ik kon dus best wel mee, dus dan is er niet echt een probleem vanaf buitenaf gezien. Omdat ik me dus heel erg aanpaste aan mijn omgeving. En op school niet achterliep. Daarna studeren. Ik ben gaan studeren in Amsterdam. Dat ging ook prima. Ik was wel altijd bij de groep mensen die het minste deed. En die het meest lol aan het trappen was. Alleen dan heb ik mijn intelligentie mee, denk ik. Dat het me wel gewoon lukte om het gewoon te doen. Alleen op mijn werk is het op een gegeven moment. Dus het is voor mij wel aan de hand van een burn-out gekomen. Dus dat was dus op latere leeftijd. Dat ik altijd wel hele emotionele momenten had. Ik denk ook dat bij vrouwen en mannen is het wel ook heel anders. Daarom
Bij mij wordt vaak gezegd, jij ADHD, maar er zit ook best wel een stigma op of een stereotype waar mensen... Ja, want ik wou het ook al gaan zeggen van de luisteraars, denk je misschien, oh wat heerlijk, zo'n rustige vrouw of zo. Weet je, het stigma is van dat je dan ook naar buiten heel erg, all over the place misschien bent. Nou, dat is natuurlijk het hyperactieve en dat is wel grappig dat je dat benoemt, want toen ik de diagnose ADHD kreeg, gecombineerd type, dus zowel ADD als ADHD. En ADD, zei ik ook, maar ik ben toch helemaal niet hyperactief. Een vriend van mij had net de diagnose gehad. Nou, dat is zeg maar wel een stereotype stuiterbal die all over the place is. En nou ja, één, vrouwen die kopen dus heel snel ermee. Omdat bij meisjes al heel snel gezegd wordt, doe maar rustig, doe maar lief. Want dat is wat meisjes horen te zijn. Jongetjes worden veel meer... We zijn veel meer oké met jongetjes die stuiteren, zeg maar. Dat is best bijzonder. Maar ik beweeg altijd. Ik ben altijd ergens mee aan het bewegen. Dat zijn vaak mijn voeten of mijn vingers. Dus ik ben wel hyperactief, maar niet all over the place, zeg maar. En is dat dan iets wat je zegt, hè? Want je geeft het al aan van, hoezo is dat? Nou, ik denk dat het gewoon maatschappelijk en zo van, zo worden we opgevoed. Ja. Is dat dan iets wat je van jezelf ook voelt? Want ik heb me daar dus ook in aangepast, dat ik het op een andere manier doe. Ja, je creëert wel een bepaalde manier, zodat mensen het niet merken of geen last van hebben of zo. Dat je constant aan het piepelen bent. Ik kan me dat niet per se herinneren, dat mensen dat tegen me echt hebben gezegd. Maar ik merk het bij mijn dochtertje heel erg. Die is, vooral als ze moe is, is ze heel erg aan het wiebelen. Ik krijg er helemaal de kriebels van. Ja, ik ga het natuurlijk niet tegen haar zeggen. Jij ziet al de mini-me. Ik zie zeker de mini-me en ik wil er helemaal geen stempel op drukken. Maar ik herken gewoon wel heel veel van haar. Dat ze, en een kind is nou eenmaal heel bewegelijk, hè. Maar ja, het wiebelen, het hangen, nou goed. Dus ik kan me voorstellen dat daar wel iets van gezegd is. Ja. Wat je zegt van, ik probeer dan te doen of dat niemand er echt last van had. Maar dan ben je dus ook altijd toch nog bezig met de ander. Ik denk dat dat het grootste thema is ook. Dat je je zo leert aanpassen aan je omgeving vanaf jongs af aan. En wat je dan doet, is dan ben je dus eigenlijk constant bezig met de ander. Bij wat je denkt dat je hoort te doen. Dus om even terug te komen op waar het daarvoor over ging. Hè, dus het stukje tijdlijn van... dat ik altijd wel mee heb kunnen gaan. Dat waren doelen die ik had van hoe je je leven hoort te leven. Dus het typische wat iedereen wel herkent. Voor je 30ste een huis en een koophuis en een goede baan. Nou, daar streefde ik heel erg naar. En dat was me allemaal gelukt. En dan kom je en toen merkte ik dus dat ik binnen een maand heel erg die pieken en dalen had. Dus ja, bij mannen, bijna alles wordt onderzocht op mannen medisch gezien. Omdat het bij vrouwen heel moeilijk is om te onderzoeken. Omdat wij hormonaal alle kanten op gaan. En eigenlijk om iets te onderzoeken kan je niet zoveel variabelen hebben. Dus ADHD uit zich ook anders bij vrouwen. En daar hebben we dus, in onze cyclus heeft daar heel veel mee te maken. Dus ja, 2 weken in de maand ben ik meer all over the place. En een soort van de Ferrari die full energy alle kanten op gaat. Ja, en dan op een gegeven moment halverwege komt er een moment dat ik heel erg... Instort. Nou eigenlijk, ik kan daar nu veel beter mee omgaan. Maar dat als je dat dus niet managt, dan stort je letterlijk in. Omdat je eigenlijk boven je energie gaat. En dan... Dus ik had ook heel veel last van het emotionele stukje. En daar heb ik wel gemerkt in relaties met vriendinnen of weet je, met partners. Dat ik merkte, ja dit klopt niet. Dit hebben andere mensen niet per se. Wat even terug hè, naar wat je allemaal vertelt. Hè, dat je eigenlijk ook heel lang hebt aangepast en heel erg bezig geweest met de ander. Ik kan me voorstellen dat ook zo energie lekt. Dat je dan altijd van, hoe moet ik dan doen? Dat je, wat je zei, hè, dat je een soort alertheid krijgt. Ja, en je zei uiteindelijk van, toen is dat op mijn baan dan... wat je zei van, uiteindelijk ben ik in een burn-out terechtgekomen door de baan. Want eigenlijk ging dat tot die tijd goed mee. Ja, hoe dan daarna, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, toen ik dus in die burn-out kwam, toen was ik al bij een psycholoog. En zij zei toen op een gegeven moment tegen mij, zou het niet ADHD kunnen zijn? En dat was aan de hand van dat ik heel erg benoemde, ik ben rusteloos en lusteloos. Dus ik wil van alles, maar het komt er gewoon niet uit. Ik wil ook het liefst onder een deken kruipen, maar daar word ik zo onrustig van, dat ik gewoon... En toen, ja, toen kwam het stukje ADHD en... Ik heb wel vaak ook in periodes dus gevraagd en bij de huisarts geweest als we dan
van ja, ik wil heel graag hulp psychisch, maar ik wil de diepte in. Ik wil gewoon weten wat is er mis, want er klopt gewoon iets niet. Maar ik wil er grip op hebben. Het voelt alsof je geen grip hebt erop. En nou, toen ben ik me dus gaan laten testen en toen kreeg ik de diagnose. En ja, dat was echt wel als thuiskomen. Want het was eigenlijk zo dat een psycholoog ging omschrijven wat bij mij altijd zich af had gespeeld. En ik nooit zo goed kon omschrijven. En dat jij dus, je weet niet beter. Dus ik denk dat dat voor mij ook moeilijk was om te omschrijven. Want dat was gewoon wie ik was. Dus ja. Hij ging toen heel... Hij zei alles wat hij zei, dacht ik, ja, dat ben ik. Mm. En hij begreep ook heel erg hoe dan mijn leven was gelopen. Dus hij ging ook heel erg invullen, dit voor je zeker lastig, dat voor je zeker lastig. Hoe is dit voor je geweest? En wat jij nu ook zegt, dat je aanpassen, dat dingen je meer energie kosten. Omdat je heel erg met je buitenwereld bezig bent. En nou ja, hij zei ook wel, als jij eerder medicatie had gehad, dan had je makkelijk universitaire opleiding kunnen doen. Nou ja, en dat stukje heb ik wel eens over nagedacht, dat ik dacht, ja, maar ja, dat past toch helemaal niet bij wie ik ben. Dus hoe belangrijk is dat? Dat ik een universitaire opleiding had kunnen doen, zeg maar. Maar ik denk wat dat wel ergens zegt, is je intelligentie. Dat je dus ja, dat het zo druk is in je hoofd en je eigenlijk met heel veel andere dingen ook bezig bent. Nou ja, dat je vaak onder je kunnen bezig bent. Ja, omdat je het dus niet weet en omdat je daar ook niet heel begeleid wordt. En hey, hoe zou je het anders kunnen doen? Ja, terwijl ik denk dat er heel veel mensen zijn die juist door hun ADHD heel succesvol zijn. Ja, nou, daar komen we zo op. Ja. Maar ik ben even benieuwd, want jij noemt hè, eigenlijk van oké, ik kreeg dan eigenlijk het label. Hè, hoeven we dat een beetje in de volksmond zeggen. Wat vind jij daarvan? Heeft het jou geholpen? Of het heeft mij wel geholpen. Ja. In eerste instantie vond ik het heel fijn, ja. Ja. Maar vervolgens... Ja, in eerste instantie. Ja, dus. Het verandert niks aan wie je bent. Mm-hmm. Je bent nog steeds jij met de dingen waar je tegenaan loopt. Dus doordat iemand zegt, alsjeblieft, hier heb je een label. Ja, heb je nog steeds de emotionele rollercoaster en alle andere dingen waar je last van hebt. Dus dat houdt daarbij niet op, zeg maar. Dus eigenlijk ja en, dus niet ja maar meer een ja en, het is een start. Het is heel fijn dat je het weet en dan is het gewoon een start van oké, en wat kan ik er nou mee? Maar je bent wel, want hè, sommige mensen zijn helemaal anti-labels, zeggen moeten we helemaal niet doen. Hoe kijk jij daarnaar in het algemeen? Nou, ik denk dat het, kijk, ik weet waar het vandaan komt, het anti-label stukje heb ik, ik denk dat het ook, het is misschien zelfs een soort rouwproces of zo. Ik heb ook in de fase gezeten, anti-label. Het is alsof dat je altijd door een bepaalde fase gaat, misschien niet iedereen, maar ik heb ook in de anti-label fase gezeten, omdat ik ben niet ADHD, ik ben niet mijn ADHD, zeg maar. Maar hoe ik er nu in sta is, er zitten gewoon heel veel stigma's op en het is een stoornis officieel, het label is een stoornis en daar kijk ik heel anders naar. Maar wat wel fijn is, is dat als we het benoemen, dan hebben we dus een startpunt. En dan begrijpen we elkaar op bepaalde niveaus, omdat het gaat over bepaalde symptomen. Dus alleen, kijk, neurodiversiteit, hè, als we het dan hebben over ADHD, labels in het algemeen, autisme, dyslexie, dat soort dingen. Ik denk, het zijn je brein werkt anders en dat is juist fantastisch mooi. Een ADHD heeft een stempel, dan wordt gezegd biochemisch is het anders in je hersenen. Ja, toen ik dat las dacht ik ja, en straks wordt alle apparatuur en wetenschap nog specifieker. En dan kan je bij iedereen wel iets anders zien in hun hersenen. We weten zo weinig van de hersenen, dus weet je, ik ga daar niet zo van aan alsof het fout is. Het is anders dan gemiddeld, maar iedereen is nodig in zijn uniekheid, zeg maar. Dus in die zin ben ik niet van de labels als het versterkt, als het negatief versterkt, zeg maar. Ja, ik denk dat het heel mooi is wat je zegt. En dat je ook, hè, er zit niet echt in het label, maar meer van oké, dan weet je misschien nog beter hoe je met jezelf om moet gaan. Hè, en ik denk, ja, ik vind het wel mooi wat je aanhaalt van, oh ja, het rouwstuk erin. En dat je een soort van afzet van, oh nee, maar ik ben dit niet. En ja, zo had ik er nog nooit over nagedacht van, hé, je gaat natuurlijk daarin, ga je ook door een proces. En dat van jezelf ook te gaan omarmen. En... Hey, hoe ga ik er dan mee om? Wat je zegt, hè? Ik had het toen. Maar er veranderde niks aan mijn situatie. Dus tenminste, hoe je was en hoe je voelt. Dus ik was benieuwd van, oké, dan heb je dat gekregen. Hoe ga je dan in dat proces? Wat ga je dan anders doen? Krijg je begeleiding? Ja. Nou ja, ik zat toen echt op een punt dat ik... Nou ja,
uit een burn-out net, dat ik echt desperate was voor hulp. En de reguliere zorg, de begeleiding die je krijgt, is eigenlijk medicatie en CGT, cognitief gedragstherapie, 12 weken. En ik wilde geen medicatie slikken. Ik deed ook een natuurvoedingsopleiding tegelijkertijd, dus het ging echt tegen alles in waar ik mee bezig was. Maar tegen mij werd letterlijk gezegd, dan word je dus niet in behandeling genomen als je niet de medicatie gaat slikken. En ik vond het best wel heftig, maar ik heb dat toen wel gedaan, omdat ik ook voelde, ja, maar nu moet ik dan weer helemaal gaan zoeken naar, en wat dan wel? Dus, en dat heeft me tijdje ook echt heel erg geholpen. Ja, en dan begint daarna vervolgens de zoektocht. Ik ging op een gegeven moment ook zo in, ik ga het gewoon proberen. Dan weet ik hoe het is, dan weet ik wat het met me doet. Iedereen kan er wel wat over zeggen of vinden, maar... En ik vond het echt super fijn. Ik weet nog de eerste keer. Ik liep met een recept naar buiten. Het was echt bittersweet. Want ik had er wel voor gekozen, maar wel met weerstand. En ergens voelde ik, ga ik dit echt doen? En toen dacht ik, fuck it, ik ben die studie aan het doen. Natuurvoeding. Nou, dat gaat dan over mineralen, vitamines. Dat is allemaal best wel ingewikkeld en heel veel onthouden. Ik dacht, nou, dan ga ik ook lekker even die pilletjes halen. En ik hoop dat het mij helpt in de studie. Ja, nee, weet je, de studenten die kopen het allemaal van elkaar. Dus, en jij had het, yeah. Ja, precies, zo een beetje. Dus toen dacht ik, oké. En ik weet nog dat ik het pilletje nam en dat ik op een gegeven moment ervaarde dat ik echt dacht, wow, maar wacht eens even. Is dit hoe een brein van een normaal persoon... Ik wil niet normaal, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Van een normaal persoon werkt. In de maatschappij normaal. Hè? Ja. Ja. Zonder stempeltje. Ja, precies. We zijn allemaal knettergek, jongens, maar verder. Ja. Ja, dat was zo dat ik dacht, wow, kan het ook zo? En eigenlijk was dat gewoon dat het heel helder werd, heel rustig. Alles was er nog wel, maar het was gewoon focus was er, zeg maar. Dat gaf heel veel rust. Dus dat was voor mij in die periode heel fijn, dat ik echt dingen gedaan kreeg. En dat het ook wel een zetje heeft gegeven uit mijn burn-out, zeg maar. Toen ben ik ook voor mezelf begonnen en dat was echt, nou ja, mijn website. Weet je, dingen die gewoon gedaan moesten worden, was helder. Deze stappen ga ik zetten. Ja. Alleen ik werd zwanger ook. Dus ik heb de hack gevonden hoe je de reguliere behandeling zonder medicatie doet. Dus mensen, als je luistert, ja, word zwanger, helaas voor alle mannen. Ja. Dus ik heb uiteindelijk de CGT gewoon afgerond. En ik denk dat het dan ook weer heel persoonsgebonden is sowieso, weet je. Dat zijn zoveel verschillende niveaus van hoe je je voelt en hoe het met je gaat en hoeveel medicatie voor je kan doen. Maar toen daarna ben ik heel erg gaan zoeken van, ja, wat zijn nog meer alternatieven? En ja, dat zit voor mij veel meer eronder. Kijk, ADHD is in principe gewoon een label voor een rijtje symptomen waar mensen last van hebben. Dus het gaat heel erg over gedrag. Het gaat heel erg over symptomen. En de reguliere behandeling is ook symptoombestrijding. Wat betekent dat er ook heel erg gezegd wordt door de kenners en door de wetenschap dat je voor altijd medicatie zal moeten slikken de rest van je leven. Want als je stopt met medicatie slikken, dan heb je gewoon ook weer last. Ja, en ik geloof gewoon veel meer in waar komt dat gedrag dan vandaan. En ik geloof wel in duurzame verandering en dat je ook echt wel kan leven ermee. Dus dan is het echt de zoektocht naar binnen. Ja. Dus dat is een beetje mijn tocht geweest. Ik weet niet of het helemaal antwoord is op je vraag, maar... Antwoord genoeg, ja. Hey, en je noemt het al eventjes van ADHD. En dat zijn een rijtje symptomen. Wat is dan het symptoom waar jij van zegt... Dat is iets waar ik het meeste last ervaar. Je zegt, ik ben ermee aan de slag gegaan. Ik wil de verandering, hè, duurzame verandering. Wat is iets wat je nu nog steeds wel het lastigste vindt aan het ADHD? Ik denk mijn impulsiviteit. En dus de H van hyperactiviteit, daar valt de impulsiviteit ook onder. Ja, dat je gewoon impulsieve beslissingen neemt die misschien niet heel gegrond zijn. En heb je dan een voorbeeld? Als je het durft te delen. Ik heb er 10.000 euro uitgegeven. Nou, letterlijk heb ik dat dus wel. Oh, ja. Nou ja, als je dat benoemt, dan is dat wel een voorbeeld eigenlijk. Die, nou ja, die deel ik wel, maar die ging niet makkelijk. Ik ging in Spanje wonen toen ik net afgestudeerd was. En ik leende daarvoor geld bij... Nou ja, nee, ik leende niet. Mijn oma die had een spaarrekening voor ons en dat zouden we pas een paar jaar later krijgen. Maar ik wilde daar dan al van tevoren om de eerste maanden te kunnen leven. Voordat ik een baan zocht en zo.
Ja, dat was 10.000 euro. Ik voel het aan, jongens, ja. Ik heb het gewoon in 3 maanden opgemaakt. Ik zou niet kunnen vertellen waaraan. Ja. Gewoon feesten, kleding. Ja, de meest... Ik zou het echt niet terug kunnen halen. Ik ben nu het luisteren. Ik denk meer luisteraars. Dan denk ik, nou, ik kan ook weer door naar de test. Nee, maar dit is het niet ook menselijk als het er is. En je bent daar niet zo bewust mee. Ja, ik snap het. Hè. Bij jou is het misschien nog impulsiever, hè? Maar ik denk dat heel veel mensen hier last van hebben, eerlijk gezegd. Ja, nou, dan waren ze in mijn familie, de familie van mijn vaders kant in dit geval, dachten ze er niet over. Ja, ik heb een soort 2 types. Of heel spaarzaam, of we gooien alles, of we knallen alles over de ballen. Ja. Ik heb nooit heel goed met geld om kunnen gaan. Dus dat is ook wel een ding waar ik dat in mag leren. Inmiddels ben ik daar wat milder voor naar mezelf, maar... Ja, bepaalde keuzes maken die achteraf gewoon niet zo handig waren. En hoe ga je dan met die impulsiviteit om? Want hoe herken je dat van jezelf? Van, oh, wacht even. Ik wil nu eigenlijk weer online gaan shoppen of zo. Of waar komt het moment dat je denkt, oh nee, wacht even. Dit is weer een patroon. Nou ja, het is mooi dat je dat vraagt. Want kijk, ook weer, in het algeheel gaat heel erg ADD over te weinig dopamine. En dat we dus constant op zoek zijn naar dopamine. Dus, en ja, ik denk eigenlijk dat dat ook weer heel erg op de man is. Omdat bij mij zit het hem niet heel erg in mijn dopamine, soms wel, maar meer in mijn GABA en serotonine. Dus het heeft ook met andere neurotransmitters te maken, niet puur en alleen met dopamine. Maar goed, je bent constant op zoek naar een shot geluk, naar prikkels. En dat doen we allemaal, dat is inderdaad ook heel menselijk. Alleen, ik denk bij veel psychische... hoe zal ik het zeggen... als je last hebt in je psyche, dat vaak gewoon te maken heeft met neurotransmitters die niet in balans zijn. En dat je dus, maar goed, de impulsiviteit zit hem dus heel erg in kortstondig op zoek gaan naar geluk. En dat kan, dus we zijn vaak ook verslavingsgevoelig met ADHD. Ja. En dat kan allerlei soorten verslaving zijn. Dus dat kan shoppen zijn, dat kan druk zijn, dat kan van kleine dingetjes zijn naar de grootste dingen. En, dan heb je het over impulsiviteit, hoe zich dat uit en een patroon. Dan zitten we dus heel erg op het gedrag van de impulsiviteit. Maar ja, waar komt dan die impulsiviteit vandaan? Waar komt de behoefte vandaan dat jij constant een shot geluk wil, zeg maar, korte termijn? En dat je dus, en dat denk ik dat heel erg zit, dat je dus weer niet echt in contact staat met jezelf. Met je, niet alleen met je lijf, gewoon met je zijn. Ja, met je zijn. Ja. En heel erg buitenaf aan het zoeken bent, constant naar dat geluk. Ja, want het klinkt inderdaad heel erg van, oh, ik voel dat, huppakee, korte termijn geluk kiezen. Terwijl als jij zegt, misschien doe je dat ook in je coaching, van hey, maak weer eens verbinding met jezelf. Dat je ook meer in staat bent misschien om voor langer termijn te kunnen denken. Nou, als jij, het eigenlijk is het, wat ik altijd vertel ook tegen mensen die ik voor het eerst spreek, die bij me komen, is... Kijk, als jij je hele leven je aanpast aan je omgeving, dan ben je dus je hele leven bezig met de buitenwereld. En je refereert dus of je iets goed of fout doet aan hoe je omgeving daarop reageert. Daar ben je dan dus heel goed in geworden. Dus vaak een bepaalde sensitiviteit, dat je heel goed bent in aanvoelen wat je denkt dat je hoort te doen. Dat is best wel een mooie kwaliteit. Maar als het op een gegeven moment ten koste gaat van jezelf, dat jij dus alleen maar een soort van kan functioneren... bij bevestiging om je heen van buitenaf, dan komt er gewoon een punt dat je denkt, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik überhaupt? Dat is voor mij ook heel erg een omslagpunt geweest. Iemand die zei op een gegeven moment in sollicitatieprocedure, blijf dicht bij jezelf als tip. En ik dacht echt, waar heeft die man het over? Wat zeg jij nou? Ja. Ja, ik had, en nu denk ik van waar ik nu sta, wow, ik snapte gewoon niet eens zo goed wat dat betekende, dicht bij jezelf staan. En hoe is jouw reis daarin geweest? Want je hebt dan even verteld, je hebt heel lang niet geweten, burn-out gekregen, het label gekregen. En dan inderdaad merken van, oh, ik ben met de omgeving bezig. Wat zijn jouw stappen in weer naar jezelf gaan? Nou, bij mij was dus het eerste, eigenlijk op een gegeven moment wilde ik met een loopbaancoach aan de slag ben gegaan. En... dat was op een hele praktische manier. Wel, ik was tegelijk ook al bezig met meer het spirituele stukje en echt zeg maar het voelen. Maar wat mij in eerste instantie heel erg heeft geholpen was met die loopbaancoach. Gewoon heel praktisch. Wat vind je belangrijk? Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je talenten? Wie ben jij? Zeg maar praktisch gezien een soort blauwdruk van mezelf.
En dat is eigenlijk wat ik nog het... Dat is wat ik het meeste nu nog doe in mijn coaching. Het praktisch bekijken. Omdat we zo gewend zijn om in ons hoofd te zitten. Dat op het moment dat je start, is het misschien een hele grote stap om meteen naar het spirituele en naar binnen gaan te keren. Zeg maar. Omdat ja, dat die afstand is gewoon best wel groot. En eerst praktisch, dat was voor mij in ieder geval, dat ik toen zag dat die baan die ik deed helemaal niet bij me paste. Maar dat dat dus logisch te redeneren was. Ja, want was het niet, want als je altijd bezig bent met de buitenwereld, is dat dan ook niet best een moeilijke vraag? Wie ben je en waar ben je goed in? Ja. En hoe ben je daar dan achter gekomen? Nou ja, waar ben je goed in? Dat is ook wel. Toen heb ik gewoon ook vragen gesteld aan mensen in mijn omgeving. Hè? Waar ben ik goed in? En dan is het heel interessant, waar ben je goed in geworden? Als copingmechanisme? Ja. En waar ben je echt van nature goed in? Want ik kan best wel heel erg gestructureerd zijn. Ik was planner, dat was mijn laatste functie in de corporate wereld. Ja, dat kostte mij bakken met energie, maar ik was... Nee, daar was ik niet super goed in. Maar ik was wel goed... Staat het ook niet aan haaks op ADHD? Tuurlijk. Plannen, want dat is al wat je zegt, al over the place. Ja, dus ik miste heel veel dingetjes. En ik moest met cijfers werken. Maar waar ik wel heel goed in ben, is verbanden leggen en op een soort van creatief oplossen. Dus ik werd heel goed in Excel. Excel topper. Ja, maar ik vond het ook fantastisch. Toen ik Excel ontdekte, dacht ik, wow, maar dit programma kan zorgen. Weet je, dan hoef ik niet meer zelf. Ik hoef er alleen maar iets in te stoppen. En als ik het goed heb ingevuld, dan komt er magie uit. Ja, voor jou wel. Ja, opa. Ja. Dus dat vond ik heel fijn. Het is bijna of je die Ritalin aan het slikken was. Ja, zo richtig werd het door Excel. Ja, nou heb ik trouwens geen Ritalin geslikt door dexamfetamine. Dus dat is ook nog. Maar, nou ja, dat stukje rust of in ieder geval die had overzicht. Dus daar werd ik heel goed in, maar vind ik het leuk. Ja, ik vond het heel leuk omdat het iets voor me oploste. Maar van nature ben ik daar niet per se voor gemaakt of zo. Maar ik zag toen ik bij haar in gesprek ging vooral ook meer van... Hey, zij stelde ook die vraag heel erg. Ja, maar kan je dit heel goed of vind je het ook echt leuk om te doen? Het plannen en organiseren, daar werd ik ook vaak voor gevraagd. Ceremoniemeester op een bruiloft. En ik weet nog dat ik toen zei, ja, op de bruiloft zelf. Ik wil alles van tevoren wel helpen organiseren. Maar op de bruiloft zelf kan ik dat niet. Dus vind je dat echt leuk? Of is het iets wat je goed kan? Dus dat is heel interessant. Op die manier gewoon jezelf ontdekken en heel eerlijk zijn van... Oh ja, vind ik het wel echt leuk om te doen. En het wie ben je is interessant, maar wie wil je zijn ook? Want in principe ben je alles wat je wil. Ik ben heel lang iemand geweest die misschien niet zo bij mij paste, maar dat ben ik ook. If that makes any sense, zeg maar. Ja, voor mij wel. Ik ben benieuwd. Luisteraars denken, maar kun je daar een voorbeeld gaan geven van, oké, je was al iemand, maar wie wilde je dan zijn? Ja, dat wist ik niet zo goed. Maar toen bedoel je, toen ik eenmaal met haar in gesprek ging, met het loopbaantraject. Ja, wie wilde ik zijn? Nou, want je bent natuurlijk bij je eigen coaching uitgekomen. Ja, precies. Dus wie wilde ik zijn is, ik weet nog wel dat ik dus door haar coaching op een gegeven moment echt dacht, voor mij was het echt een moment, een aha moment van... Wow, maar het hoeft dus niet zo te zijn. Je hoeft niet zo hard te werken. Je baan hoeft niet zoveel energie te kosten. Het kan ook anders. En dat gaf mij echt zo'n vrijheid. Het gevoel van, ik heb ook die keuze. Ik kan een andere keuze maken. Ja, en hoe mooi. Ja, dat. Maar ook dat je echt duidelijk ziet wat past bij jou. Welke functie zou beter bij je kunnen passen, zeg maar. En dat was niet eens zo heel specifiek eruit gekomen bij ons. Alleen het idee al dat er veel meer mogelijk zou zijn. Ja. Dat gaf mij zo'n vrijheid dat ik dacht, nou ja, ik wil iedereen... Toen wist ik het overigens nog niet dat ik ADHD had. Ik wil iedereen die op deze manier vastloopt in zijn of haar werk, wil ik helpen om dit gevoel te hebben dat het ook anders mag. Ja, ja, je bent natuurlijk ook echt ervaringsdeskundige, dus dat is denk ik ook heel fijn bij jezelf. Zul je ook wel terug horen, neem ik aan, van weet je, iemand die jou helemaal begrijpt. Want dat heb je misschien ook wel gemist. Ja, wat je ook al zei ergens in het begin van het gesprek, van dat iemand iets opleest en dat je denkt, wow, dat ben ik. Ja. Weet je, daar ben je zo naar aan het zoeken dan waarschijnlijk. Ja, maar dat begrip, en, ja, zeker. Ja. Ja. En herkenning. Ja. Hey, je noemde al helemaal in het begin van, hey, je bent mama. En ik was nog even benieuwd van, hoe uit dat zich? Merk je dat bijvoorbeeld zaken in de opvoeding of bijvoorbeeld in je relatie, dat moeilijker voor je is? Ja, als we het dan net hebben over die vrijheid die ik voelde op het moment dat ik erachter kwam dat het anders kwam.
nou ja, gone vrijheid op het moment dat je moeder hoort. En sowieso als het er twee zijn. Ja. van een hele jonge leeftijd. Ik heb daar wel heel veel moeite mee gehad. Dat ik in mijn hoofd heel graag iets wil. En dat het niet zo loopt zoals ik wil. En dat is gewoon... Dat is wel gewoon heel typerend. ADD, ADHD. We zitten gewoon heel erg veel in ons hoofd. En het heeft me ook zoveel gebracht en geleerd. Vooral de laatste periode met de tweede erbij. Die ook nog eens weinig slaapt. Dus gebroken nachten. Ja, ik kan niet anders dan me overgeven aan de situatie en naar zijn met dat wat is. Dus ik vind het een hele grote uitdaging, maar ja, het leert me ook gewoon heel erg veel over in het moment zijn en me overgeven. En op een andere manier naar de wereld kijken. Veel langzamer. Ik denk dat dat het misschien ook is. Ik deed altijd heel veel in een dag en het zorgt voor onrust bij mij als ik dan... Ik wil constant dingen doen of zo, maar die lusteloosheid en rusteloosheid, die komt nu weer best wel vaak naar boven. Want en ik ben heel moe vaak, lukt me niet. Maar het is het gevecht. En ik denk dat het gevecht ook iets is wat heel erg veel terugkomt bij mezelf en de mensen die ik spreek. Het leven voelt vaak als een gevecht. Dat lijkt me juist de energiekosten. Dat kost het meeste energie, ja. Maar als het gevecht er niet is, dan is het wat je zegt, dan ben je gewoon het hier en nu en dan... Oh ja, nou goed, dan ben ik moe of dan gaat het anders. Ja, en dat gewoon... Ja, dat is niet je comfortzone. Je comfortzone is het gevecht. Omdat je al je hele leven doet wat je denkt dat je hoort te doen. En je vecht dus constant tegen je innerlijke ik en wat je hoort te doen. Je weet niet beter. Het is veilig om te doen wat je hoort te doen. Hè? Dus het komt wel echt van een diep, ja, oerbehoefte om erbij te horen. Dat je dus je hele leven bent gaan doen en je aan bent gaan passen. En dat is dus comfortabel. Om constant in een soort van gevecht te zijn. Dus je overgeven. Ja, ik denk dat dat wel de... Dat is het grootste cadeau wat je zelf kan doen. Maar dat is ook wel de grootste uitdaging. Ja, wat je noemt ook even van... Hè, dit is comfortabele. Is dus eigenlijk ook dat aanpassen. Ik kan me voorstellen dat je daar nu nog niet helemaal bent. Hè? Als je pas, nou ja, 4 jaar... dan er een beetje van probeert vrij te breken in patroon. Hmm. Is dat iets wat nog speelt in je leven? Of dat je zegt van, oh ja, ik loop wel eens hier tegenaan... dat ik toch nog merk van, oh, dan pas ik me meer aan. Of... Ja, ik denk dat zeker weten. Het aanpassen. Je wilt ook heel graag leuk gevonden worden. Mm-hmm. Ergens wil je zo graag geaccepteerd worden voor wie je bent. Maar als je jezelf nog niet volledig hebt omarmd of zo... ja, en ook heel erg gewend bent... om dan dus je te gedragen naar de ander, om geaccepteerd te worden, dan is dat ook weer een stukje wat je los mag laten. Ja, lijkt me, want dan sta je een soort van, ik denk dat heel veel mensen het herkennen hoor, of je dit ADHD hebt of niet natuurlijk, want volgens mij, we zijn allemaal kuddedieren, we willen liefst zo goed bij de groep horen. Mm-hmm. Maar dat lijkt me dan ook weer zo'n gevecht, van hey, ga ik dan nu mezelf laten zien? Met de, ja, misschien dat dan mensen inderdaad afhaken of zo. Ja. Ja, maar het is niet een bewust proces. Ga ik nou mezelf laten zien? Ik vind dat soms wel eens verwarrend. Het jezelf zijn, het dicht bij jezelf blijven. Ja. Het jezelf laten zien. Wat is dat nou? Hè? Want het is niet per se iets tastbaars. En misschien is dat vanuit mijn hoofd, zeg maar, dat ik het prettig vind om dingen helder. Ik vind het fijn om, wat moet ik nou doen? Dus het is heel vaak ook in ontwikkeling die ik doe. Of mm-hmm. familieopstellingen of andere dingetjes, ja, die mij inzicht geven. Ja, is leuk, maar zeg me nou even gewoon wat ik moet doen, want dan doe ik het. Terwijl het vaak heeft veel meer te maken met zijn, ja, in plaats van doen. En zo ook in het stukje, ja, kunnen die er zijn of in relatie. Het is niet per se van dat ik heel bewust heb, ik wil dit zijn, maar ik ben dat. Het is gewoon automatisch, het is een patroon, het is iets wat je doet, waar je dan... vervolgens tegenaan loopt en terugkijkt of in het moment ineens voelt... hey, maar dit is dus wat ik nu anders wil. Dit past niet, dit schuurt. Dan ga je dat voelen. Ja, ik wil zeggen, want ik denk dat je het wel voelt. Want ik, over jezelf zijn, we kunnen denken nog uren erover kletsen. En ik denk ook dat je misschien soms verschillende rollen hebt en zo. Maar ik denk wel dat je kan voelen van... oh, wacht even, ben ik nou dit compliment aan het maken? Of ben ik hier nou toch weer even taken over en pakken? Omdat ik dan denk, ja, dan zien mensen mij. Of doe ik dit omdat ik denk, ja, nee, maar ik wil dit. Of ik heb er zin in, of weet ik het wat. Ja, ja, en dat laatste, ja, dat vind ik nog steeds wel heel moeilijk. Dat vind ik in relatie tot vriendinnen, tot mijn moeder thuis.
bemerk ik het ook wel, dus thuis met mijn man. Maar wel merk ik het ook omdat ik gewoon een bepaald patroon heel snel inschiet, ook naar hem toe. Maar daar heb ik wel het gevoel dat ik mezelf kan zijn. En gewoon ja, geaccepteerd zoals ik ben. En dan wil ik niet zeggen dat dat bijvoorbeeld bij mijn moeder thuis niet zo is. Alleen schiet je gewoon heel automatisch in het patroon. Ja. Ja, en ik denk dat dat überhaupt dat menselijk is. Wat je, welke diagnose je ook krijgt of helemaal niet. Weet je, we hebben allemaal patronen. Ja. Ja, dat is een beetje het leven en de les van het leven ja, of zo, precies. Toch? Ja. Ja, want ik vind dat ook wel een interessante van, hè, wat als een label nou gewoon is. Oké, dit is mijn les in het leven, dat ik hiermee moet omgaan. Ja. Ja. Je zei op de helft van het gesprek ik zie het ook gewoon als kracht. Dus ja, wat zie jij als kracht? Wat is ook iets bijvoorbeeld wat je in je coaching dan echt laat zien van... maar hier zijn we gewoon fucking goed in. Nou, ik heb het denk ik al een paar keer benoemd. Maar we zijn hele creatieve breinen. Dus ik heb het dus heel veel over het brein. En als je hoofd is creatie, is creatief. En die paadjes en dat je dus out of the box kan denken. Dat je meer dingen ziet dan anderen zien. Omdat we dus onze filter anders werkt. Dus waar, ik zie een plant daarachter staan. En waar de een gewoon een plant in een gouden potje ziet, kan... Leuk daar, deze uitdaging. Ja, succes. Ja, kan je bij wijze van de hele sfeer eromheen zien. Dus dan gaat het dieper dan alleen heel concrete plant in het potje. Maar dan kan je er de raarste dingen eruit halen die je nog meer eromheen ziet of die dieper gaan. Maar ook zijn we heel goed in het verbanden leggen. We zien heel snel bepaalde verbanden die anderen misschien ook niet zien. Dus analytisch zijn we vaak heel sterk. En inderdaad, ja, een orakel aan ideeën, dat er gewoon heel veel ideeën uitkomen. Maar ook in energie. En als we dan weten wat we willen, en dat is vaak ook waar ik met mijn coaching heel erg naartoe ga, is wat we dus hebben geleerd is ons aanpassen. Als we nu eens teruggaan naar de essentie van wie jij bent en wat jij echt wil, vanuit een gegronde basis en niet vanuit een impuls van dit lijkt me wel leuk, let's go. Ja, dan ben je niet meer te stoppen. Dus dan steek je vaak ook met kop en schouders boven anderen uit. Omdat je meer energie hebt. Omdat dat vuur dan gewoon echt aangaat. En we vaak ook meer kunnen in een korte tijd dan de neurotypische mensen. Dus creatief zijn, maar ook vaak empathisch. En dat heeft dan misschien... Ja, we kunnen heel invoelend zijn naar wat anderen nodig zijn. Maar ook heel erg ons gevoel laten zien, dus bijvoorbeeld artiesten, dus creatieve mensen die kunstenaars of die muziek maken, die letterlijk hun gevoel in hun kunst laten zien, of dat nou dans is of muziek, daar zijn we ook heel erg goed in. En zijn er dus, nou, laten we het dan bijvoorbeeld Jochem Meijer, dat is zeg maar een soort van het stereotype ADHD. Ja, dat ADHD. Zeggen, ja, meer stereotype wordt het niet. Die gebruikt zijn ADHD. Die is ADHD, zeg maar. Dat is zijn kracht. Wil ik niet zeggen dat hij er helemaal geen last van heeft, natuurlijk. Dat zal pas wel. Maar het is meer procent, zeg maar, zijn kracht en zijn zijn. Die heeft zijn leven erop ingericht. En ik inmiddels ook. Omdat ik, dus het analytische wat ik voorheen voor een heel groot corporate bedrijf deed met cijfers, dat doe ik nu in mijn coaching. Bepaalde verbanden leggen op een mens echt zien, zeg maar. Omdat ik, ja, dus dat is ook mijn kracht. Ja, dus als ik aan jou vraag van, je mag kiezen een leven zonder ADHD of met, dan is jouw antwoord dan toch met. Ja. Even een korte twijfel. En waarom toch ja? Ja, überhaupt natuurlijk omdat het jouw zijn ook ergens is, dat snap ik wel. Ja, dus ergens hoort het gewoon bij mij. Maar ja, zeker, omdat het juist als je in je kracht zit. Je hebt gewoon de hogere highs. En er staan vaak wat lagere lows tegenover wellicht. Maar daar kan je mee leren omgaan. Maar die pieken, ik zou niet een wat vlakker iemand willen zijn. Mm-hmm.
Ja, het is gewoon vol in, altijd dan. Ja, en vaak hoor ik wel, het is alles of niks ook. En ja, maar dat alles zijn, dat is juist ook heel mooi. En als het je wel lukt om meer in contact met je lijf en echt te kunnen zijn en te voelen, dan is alles wel intenser of zo. En dat is denk ik juist heel mooi. Ja, en hey, in jouw coaching, heb jij alleen dames? Of? Nee, ook heren. Oké. Okay. Ik ben even benieuwd van wie komen er naar jou toe? En is het ook iets dat veel mensen met je hebben op latere leeftijd? Is dat iets bij vrouwen inderdaad, dat het veel vaker op latere leeftijd is? Wie heb jij dan voor je? Met wie spreek jij? Ja, best wel verschillend. Het kan echt variëren van mensen die... Maar voornamelijk mensen die op een latere leeftijd inderdaad... Ja, zo halverwege 20, maar meestal wel echt wel 30 of halverwege 30. Misschien zelfs nu ietsje ouder nog. Die het op de latere leeftijd hebben ontdekt. En die ja, dan zich afvragen wat nu. En die op zoek zijn naar een andere manier dan alleen de reguliere zorg. En mensen die ook wel heel erg zoeken naar hoe kan ik het voor me laten werken? Hoe kan ik ermee omgaan? Hoe kan ik dat zelf doen? En ik wil niet zeggen dat als je medicatie gebruikt dat je het niet zelf doet. Maar ja, hoe kan het ook zonder? Soms zijn er wel mensen die wel gebruiken, die wel medicatie nemen of gebruiken. Maar ik heb ook bijvoorbeeld vorig jaar iemand gecoacht die echt never nooit niet zonder zou willen. En die is dan na ons traject op een gegeven moment wel mee gestopt. En die zegt dat is wel dankzij het traject wat ik met jou heb gedaan. Omdat ik eerst niet eens voor mogelijk had gehouden dat het kon. Ja. Dus mensen die naar andere mogelijkheden willen kijken, die ook geloven er is meer. Ja. Het kan ook anders, het kan ook positief. Maar er zijn ook wel mensen die echt al eind 50 of rond de 60 bij me komen. Mm. En die ook al zeggen dat het heel negatief is. Dus het is alleen maar negatief. Of er was ook niet zoveel over bekend toen zij jonger waren. Nou, die weten helemaal niet van, kan het ook iets positiefs zijn? Ja. Jij noemt nog even de medicatie. Wat is je eigen visie daarop? Dat het heel erg kan helpen op het moment dat je... Dat je gewoon echt niet kan functioneren. Maar ik zie het als iets tijdelijks. Ik denk dat het positief kan werken als tijdelijk hulpmiddel. Wel met het zicht van, hé, ik wil hier op een gegeven moment mee stoppen. En ik denk dat als je wel nog redelijk kan functioneren, dat het niet nodig is en dat je ook op een andere manier ernaar kan kijken. Als het voor je werkt, fantastisch. Maar het is net zoiets als de pil gebruiken. Het vlakt je af. Het dempt je. Het zorgt kunstmatig ervoor dat dingen die dus authentiek ook van jou zijn, dus ook je creativiteit, et cetera, ja, niet helemaal volwaardiger is. Dat is zonde. Ja, maar ik hoorde ook wel in van, hey, het is voor de persoon, als iemand het helpt, dan is het natuurlijk ook gewoon oké. Ja. Ja, want jij zei van, ik heb het toch ook even genomen. En is dat iets wat je zelf dan ook hebt ervaren? Van oké, ik ben ook echt alles kwijt wat ook mijn gave is dan op dat moment. Nou, niet per se, maar ik heb... Kijk, het is dus denk ik hormonaal bij vrouwen gebeurt dus veel. Dus dan is het ook anders. Dus ik ben na de geboorte van mijn eerste, heb ik het daarna wel na mijn borstvoeding geprobeerd. En de dexamfetamine, daar ging ik juist van stuiteren. Ik had toen ineens zoveel rust in mijn hoofd, dat ik ineens meer energie had of zo voor mij. Dat mijn man echt zei, zo, nu ben je wel echt een echte ADHD'er. Toen was je ook weer al over the place. Ja, ik was dus niet al over the place, maar meer, ik had heel veel energie waar ik van ging stuiten. Ik kon het niet zo goed. Ja, gewoon stuiterbal. Stuiterbal, maar wel heel gericht. Ah, oké. Ja. Dus ik wist wel, ik had wel ineens helder wat wil ik en dan was ik daar, dan kon ik dus bijna, dan kon ik niet meer stoppen, zeg maar. Maar wel met veel energie. Ja. De rebound was tussen, dat was voor mij gewoon heel heftig. Dus een rebound is als je medicatie uitwerkt en hoe dat dan voelt. Ja, ik had gewoon echt knallende koppijn. En ik stortte ook in. Dus zodra de medicatie was uitgewerkt, was ik ook echt, ja, kapot. En dat was ook voor jou dan de laatste keer dat je dat hebt gebruikt? En toen wilde ik nog wel iets anders proberen. Toen heb ik dus wel methylfenidaat. Dus Ritalin is ook een methylfenidaat. En daar heb ik me zo down van gevoeld.
zeg maar zo donker op een geen levenslust, geen levensenergie meer voelde ik toen. Toen je het slikte? Ja. Dus ik herken wel dat ik hele donkere periodes heb waarin ik ook echt wel heb gedacht, het is beter als ik er niet ben. En, maar dat ik toch door te vechten en door mijn boosheid, dat ik ergens door de temperament nooit in mijn hoofd zou halen om op te geven. Maar bij die methylfenidaat dacht ik echt, er is gewoon geen, niks meer. Geen levenslust, gewoon zo vlak. Nou, ik dacht echt, wow, dit is echt vreselijk, dit wil ik nooit meer meemaken. Ben je toen snel gestopt? Ja, dan ben ik toen meteen gestopt. En toen dacht ik, die troep wil ik ook echt niet meer nu. Ja, omdat het voor jou gewoon echt zo niet werkte. Nee, ja. Ja, want ik vind wel, wat ik vind ook wel gek, want het vlakt anders af. Maar dan zou je zeggen, oké, maar dan voel je ook niet zo. Want dit is best wel de donkere kant op. Ja. Ja. En dat hebben dus best wel ook veel mensen ook ervaring mee. Dat het dus ook echt, dat het deprimerend kan zijn. Ik kan me ook wel voorstellen dat als het altijd zo is, dat is dan ook weer dat je gewend bent. En als het dan dat hele vlakke is, dat je denkt, huh? Wat je al zegt, van waar is mijn leven of zo? Ja, gewoon, ja. Ik kan het niet zo goed omschrijven, maar het was heel naar. Heel raar vond ik het ook. En dat is voor iedereen natuurlijk anders, hè. Maar dat is de ervaring die ik ermee heb. Ja. Ja, en ook super tof wat je net zei van hè, iemand die dan bij je in de coaching komt en die denkt, nou, ik blijf daar gewoon aan. En dat diegene dan ook de, misschien is het dan ook een beetje de deur voelt van, oh ja, ik kan dat nu ook. Om het dan los te laten. Ik denk ook wel, dit zijn meerdere mensen die al op jonge leeftijd weten dat ze het hebben. En die dus ook al een langere periode medicatie slikken, die echt ook niet beter weten of zo. Ja. Doen we daar goed aan? Om, weet je, hoe jonger hoe beter? Of ben je blij dat het toch uiteindelijk 32 is? Nou, ik merk dus wel, en toevallig ga ik dan ook weer voor mijn podcast in gesprek maandag met iemand die het al langer weet. Ik denk dat mensen die het van op een jongere leeftijd weten, er meer vrede mee hebben. Die hebben minder. Hoe eerder je het weet, hoe eerder je kan accepteren, denk ik, een stukje van jou dat het anders werkt. Waar het ook dan vandaan komt. Maar ik denk wel dat het helpt om het op een jongere leeftijd te weten. En dan, deze persoon heb ik het over de puberteit. Het had mij wel geholpen in mijn puberteit. Ik dacht echt dat ik gestoord was. En als ik dan had geweten, dat is dan wel grappig, want over een label, oké, ik ben gestoord. Nou ja, je bent tussen aanhalingstekens inderdaad gestoord. Je hebt daar, niet verliest het maandthema, jij spoort niet. Ja, maar toen, het was toch ergens, oh ja, ik ben toch niet gek. Er is inderdaad iets wat anders is. Dat hielp mij wel. En ik denk wel, ja, op jongere leeftijd heb je nog niet zoveel meegemaakt. Dus je hebt nog niet zoveel bergen met destroyment achter je gelaten. Dat heeft toch wel veel impact. Ja, wat je noemt van, hè, dan is er meer acceptatie. Is dat iets waar je zelf nog wel eens mee struggelt? Dat er ook nog een non-acceptatie in ziet en iets zit? Nou, ik denk meer in mezelf. Dus niet meer zozeer hoe mijn brein werkt. Ja, dat gaat natuurlijk misschien samen. Maar ja, daar zit zeker nog wel eens een uitdaging in hoe ik omga met bepaalde dingen. Ja, dat is misschien ook het gevecht wat je dan noemt. Ja. Bepaalde pijnen die getriggerd worden. En ja, er zijn ook mensen die heel erg geloven dat het een trauma-achtergrond heeft. Dus ja, die zijn bij mij nog niet allemaal solved. Ja, bij wie wel, jongens. Stuur even een DM'tje. Ja, precies. We zijn allemaal bezig in progress. Ja, dus dat is het ook. Het is ook om soms gewoon accepteren. Het is een proces. Je kan niet. Het is misschien die haast soms. Ja, nou, dat is ook weer herkenbaar voor iedereen, denk ik. Ja. Hey, we zijn bijna een uurtje aan het kletsen. Ik denk dat je al heel veel mooie dingen hebt gezegd. En wat je ook al zei, van, dat het ook echt een kracht is. Ik vind dat ook iets heel moois om te kijken. Omdat jij ook al zegt, van, hey, je komt daaruit en dan is het een stoornis. Ja, dat klinkt al super negatief. De mensen die luisteren, ik kan me voorstellen dat mensen zijn ook die jij kent. Of die misschien hier zelf mee zitten. Wat zou je de mensen mee willen geven? De ADHD'ers en de mensen die daar misschien omheen staan, zoiets. Nou, de mensen met ADHD of dat je herkent, hè, en symptomen of erin. Ga daarin ook, doe vooral wat voor jou goed voelt en dat is oké. Dus je mag ook tegen jezelf zeggen, dat wat ik voel hierbij is oké. En dan heb ik het over het proces voor jou, wat dat ook voor jou is. Maar er is. Het is anders mogelijk. Dus als je op dit moment in een gevecht zit of voelt dat het echt een belemmering voor je is, het kan ook anders.
En ook voor jou, echt voor iedereen. Daar ben ik gewoon van overtuigd. Dus, en wil het ook niet alleen doen. Dus ik snap dat mensen zich heel lang onbegrepen hebben gevoeld. En denk ik, doe het allemaal wel alleen, maar dat hoeft niet. Ga op zoek naar de juiste mensen. Herkenning vinden om je heen. Zoek daarin ook gewoon de gepaste hulp voor jou. En dat kan soms echt een uitdaging zijn. Maar hierbij wil ik ook wel gewoon aanbieden dat... Ik hoef dat niet per se te zijn, maar ik wil wel altijd meedenken met mensen wat dat voor jou zou kunnen zijn. Hè? Dus dat, en voor de mensen die er omheen staan. Nou, toevallig dat ik pas met iemand sprak, een vader, die heel erg mee wil denken met zijn zoontje. En dat we dan neigen naar een bepaalde discipline. Ik denk dat dat ook al vanaf mijn huis soms was van ik heb je te veel verwend of ik was strenger voor je moeten zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat het tegenovergestelde is. Het is niet per se de discipline of het de grenzen stellen en streng zijn. Het is liefde geven dat je helemaal oké bent zoals je bent. No matter wat je doet. En daar wil ik niet mee zeggen dat iemand gewoon over alle grenzen heen kan en bepaalde dingen doen. Maar wel daar met liefde naar kijken. En met liefde ook aan de ander vragen. Wat kan ik voor je doen? Maar wat heb je nodig van mij? Ja, dus ik denk begrip proberen te tonen, interesse. De ander proberen te begrijpen of in ieder geval laten spreken. Ja, ik denk een hele mooie afsluiter. Ja. Ik zit er zelf ook even aan te denken, want mijn vriend heeft natuurlijk ook ADHD. Dus ik ben even aan het luisteren naar je tips. Ja, ik voel mij voor mezelf. Nee. Kan je er iets mee? Nee, zeker. Ik merk zelf ook wel in het proces... dat ik het eerst heel moeilijk vond om te begrijpen. En nu steeds beter en je ziet dingen. En ja, dan kun je op een gegeven moment anders naar gaan kijken. In plaats van dat je al een oordeel hebt. Of dat je denkt, nou, waar komt dit vandaan? Of doe niet zo raar of zo, weet je wel. Hoe dat helemaal in het begin misschien is. Dus ik denk dat je daar vanzelf wel in groeit als iemand dat in je omgeving heeft. Nou ja, en inderdaad, van dus ook, hoe is dit? Dus het niet begrijpen, omdat het voor jou zo anders is, mag je ook gewoon, ja, maar hoe is dat dan voor jou? Ja, precies. Dus die inderdaad, dat wees maar nieuwsgierig. Ja, die gesprekken hebben we, nou ja, die hebben we al steeds meer. Ja. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke is, maar dat is met alles. Zeker. Weet je, ook al heb je dan hè, niet het label, ja. Dat we heel vaak maar iets invullen vanuit ons eigen kader. En, maar hoe is dat eigenlijk voor jou? Ja. Ja, want je kunt natuurlijk twee verschillende dingen doen, maar wel dezelfde intentie hebben, dus. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou thanks. Ik ga jou bedanken. Ja. Ik vond het heel fijn om naar je te luisteren. Ik hoor ook echt jouw intelligentie heel erg terug. En ook, wat ik grappig vond, is dat je in dit gesprek eigenlijk een soort hyperfocus had. Had ik het idee, want je wist alles helemaal goed terug te pakken. En ik dacht, oh, dat is een makkelijke gast vandaag. Oh, dankjewel. Nee, maar vond ik echt heel tof om te zien dat het... dat daar ook weer ergens in zat van, oh, hoe zou dat zijn? Maar dat je dat dus wel heel goed kan. Dat vond ik heel grappig, ja. Ja, het is een onderwerp wat me heel erg ligt. Maar ja. Inderdaad, ik word er wel steeds berustender in. Ja. Dat wat er komt is oké. Okay. Ja, dus... ja, nou, jij heel erg bedankt. Ik vond het ook heel leuk om daarover in gesprek te gaan. Ja, nou, je had het natuurlijk al even gezegd. Maar wij zetten inderdaad alles in de beschrijving van Danielle. Dus dan kun je haar ook vinden... Op de Instagram, website. Nou, als die al af is. Ja, tegen de tijd denk ik zeker, wel. Dat komt goed. Ja, en dan wil ik jullie bedanken. Weet je, Danielle vindt het vast super leuk als je er iets aan hebt gehad. Of er zelf mee zit om haar gewoon eens een berichtje te sturen. Voel je vrij daarin. En mocht je dus meer willen weten, dan vind je het hier onderin. Ik bedank jullie weer voor een hele aflevering. Luisteren, mocht je het tof hebben gevonden... Laat ons weten in de comments of via Spotify eventjes een leuke review. Je weet het wel. Hey, ik zie jullie bij de volgende. Doei! Doeg!